Mijn naam is Jeroen. Ik werk op Brussels Airport bij Aviapartner als ploegbaas in de bagagezaal. Ik doe het werk nu ongeveer 7 jaar. De bagage wordt door de check-in agent op de band gelegd en dan naar beneden gestuurd, waar ze dan door het scansysteem zullen gaan. En dat scansysteem bepaalt dan in welke chute de bagage zal vallen. En daar begint mijn werk. Een chute is eigenlijk de term dat wij gebruiken voor de glijbaan, waar dat eigenlijk de bagage wordt gedropt eens dat ze uit het systeem komt. De bagage zal dan in de chute vallen, waar dat dan de lader de bagage zal scannen en in de container of kar zal laden. Mijn naam is Koen. Ik werk bijna 3 jaar bij Aviapartner. Mijn job bestaat uit het laden en lossen van vliegtuigen. Ik ben Sharo. Ik werk al meer dan 5 jaar op de luchthaven en ik werk momenteel als lader-losser bij Aviapartner. Zo'n half uur voor het vertrek van de vlucht wordt de chute afgesloten. En dan moeten wij met ons treintje, met alle karretjes, naar het vliegtuig rijden. En dan worden die afgezet aan het laadruim. Afhankelijk van het type toestel hebben wij 2 manieren om te laden. Ofwel is dat met de transportband of met de schaallift. Eens de bagage toekomt aan het vliegtuig, wordt er gekeken welke bagage als eerst moet geladen worden, omdat daar ook weer verschillen in zijn. De pushbacker die doet eerst zijn walkaround. Dat is eigenlijk om te zien of er niks ontbreekt aan het vliegtuig of dat hij tijdens zijn inkomende vlucht geen schade heeft opgelopen. Hij controleert de vleugels, de motoren, de wielen, de romp van het vliegtuig, eigenlijk heel het vliegtuig. De pushback houdt eigenlijk in het vliegtuig achteruit te duwen om het vliegtuig ook vertrekkers klaar te maken op de startlijn. Na de pushback moet de pushbacker ook aan de piloot de steeringpin laten zien om te laten weten dat hij die er heeft uitgehaald, zodat de piloot kan manoeuvreren tijdens het taxiën. En dan na een handsignaal is het klaar voor vertrek. Het toffe aan de job is het contact met de collega's uiteraard, de sfeer die dat er onderling hangt. Contact met de passagiers en de crews en uiteraard het werk tussen en in de vliegtuigen.